En kijk eens wie daar op de bank zit trouwens, helemaal rechts bij Standaard. Lestien, voor het eerst dit seizoen. Misschien maakt hij straks wel zijn eerste minuten ook. Weer zo'n paas die net niet toekwam in de 16, waar het echt moet. De infiltratie was wel goed van Vares. Opletten, Dusen met het balverlies en Tissou Dali nu als een slangenmens. Zo kennen we hem. Tissou Dali, daar is de kopbal en de goal. Nee, wat een redding van Ankinet. Nog niet afgelopen. Terugleggen, Kums. Open verdediger. Want ze spelen het echt goed uit. Hè. Het was balverlies dat aan de basis lag. Een Nkunku met een risicovolle paas. Maar dan uiteindelijk Dusen die de bal laat lopen waar Tissou Dali van profiteert. Kiest de buitenkant. Zet goed voor naar die kap. En dan hier paal of Ankinet. Het was tegen de paal. Het moeilijkste was gedaan. Het was tegen de paal, Gilles. Ja, de voorzet van Tissou Dali is perfect op Samoas. En die kan normaal... Overdreven intensiteit. Een nieuwe hoekschop voor Aanget met Sven Kums. Weer scherp. En hier Tissou Dali. En de goal voor Aanget. Het is 1-0 voor de Buffalo's. En hij weer. Wie anders dan Tariq Tissou Dali. Zo belangrijk voor dit Aanget. Als je hem laag kan houden, dan wordt het sowieso. Ja, bovendien wordt hij nog eens gediend door de omstandigheden. Door de benen en lichtjes van richting veranderd. Ja, ja, ja. Wat het extra. Ik weet niet of het te maken heeft met die nieuwe grasmat. Maar... Het is echt de hevige regenval. Dat kan toch niet anders? Ja. Rasken. Oh, mooi balletje. Oh, Muleka. En die gaat er in één van maken. Nee, goede redding van Polat. Wordt gewapend. Hanke Olsen stuurt. En Ojija en Samoase weg. Samoase met tijd. Ojija. Ja, goed gebracht. En Tissou Dali en de redding van Ankinet. Ja, en daar verwacht je van Tissou Dali dat hij de bal controleert. Want Hij heeft ruimte, hij heeft tijd. Dat hadden we niet verwacht, een paar maanden geleden. Wat mag je van hem verwachten? Hè? Nou, voor iemand die al zo lang niet meer gespeeld heeft, minuten gemaakt heeft. Let er wel even, Gilles. Ja. Op dit moment en hier de goal. Oh, wat een redding op de lijn van Sique. Nog even appel voor handspel, maar... Zolang die tweede niet valt, is er nog altijd hoop. Hè? Dus hier is Ankinet erbij, maar kan de bal alweer niet helemaal goed wegwerken door het druk zetten van de Poitre uiteraard. En mogen we even benadrukken hoe geweldig dit is van Sique. Ja, maar ook goed laag gehouden van Tissou Dali, dat schot. En een goede tussenkomst effectief van Sique die het gevaar doorzag en daardoor een 2-0 achterstand vermijdt. Prima. Oh, goed van Ojija. Van Samoase. Of van Ojija op Samoase. En nu de voorzet. Tissou Dali weer. Hij. Toch echt de centrale speel. En dan op die manier. Ja, gemiste trap. Zit Sique ertussen. En die verlengt de bal ongelukkig in doel. En dus geen kans voor Ankinet om er nog bij te geraken. Kan er echt helemaal niks aan doen. En de bal van de pad. Sven Kums. Tissou Dali. Oh, mooi gedraaid. Fantastisch gedaan van Tissou Dali. Maak er een foto van en kader hem in. Wat een doelpunt van Tariq Tissou Dali. De beste man op het veld. Zonder enige twijfel, Gilles. Wat een heerlijke beweging. Wat een goal. Het is Lifeis. Ja, maar Lifeis verwacht zich totaal niet aan dit soort bewegingen. Want het is de tegenstelde beweging. Hij gaat met zijn rechter naar de bal. Terwijl je eigenlijk verwacht dat hij op een andere manier gaat... Dat is lekker. En 3-0 voor Agent. Ja, dit is verdiend. Opletten wel, want Donum oog in oog. En hij gaat er 3-1 van maken, Donum. Voilà, daar meteen het antwoord. Ik ben heel blij dat ik mijn woorden niet uitgesproken heb. Nee, het is jammer voor Standaard dat het niet gebeurt bij 2-0. Die aansluitingstreffer. 3-1 is nog altijd een kloof van 2 goals, maar... Ik wou net zeggen, boeken toe dan maar zeker. Dus voilà, kijk, soms heb je chance. Ik denk niet dat er... Het enige wat Standaard nog kan redden, geen buitenspel, dat zien we hier duidelijk, is meteen proberen nog eens een goal te maken. En Standaard, ja, die moeten natuurlijk... Die hebben de voorbije 5 minuten al meer gevoetbald dan in de hele tweede helft samen. Want hier is Muleka. En kijk de redding. En daar de kans op 2-3. Of 3-2. En het buitenspel, denk ik, van Maledi. Maar we gaan verder voetballen. Dat is dan maar voor de VAR, Jonas Maledi. Met de 4-1. Maledi, goede redding van Ankinet. Bal blijft binnen. Ja, kijk, dat is zo op dit veld. En dan moet Sique die bal nog over zijn eigen dek. Geen buitenspel blijkbaar, dus... Vol in het gezicht heb ik de indruk. Hij staat alweer. Sven Kums en Lardo die zegt de tijd zit er toch op. Dus ik fluit af. A-agent wint overtuigend en zeer overtuigend.